Als je met bewoners in gesprek gaat, krijg je soms de vreemdste vragen. Krijg je, maar dat is ook goed. Maar het is ook goed om met de bewoner in gesprek te gaan. En ook het verhaal aan te horen van de bewoner. Wat hij daadwerkelijk heeft aangetroffen en wat de bewoner zelf al heeft gedaan. En wat wij dus doen is de bewoner eigenlijk nog meer informatie geven om het nog beter te kunnen doen. Wij Anti-Siemers kunnen het niet alleen, de gemeente kan het niet alleen, de bewoner kan het ook niet alleen. Dus collectief aanpak werkt zeer efficiënt.